Hallo reviewvrienden, hoe is het daar? Hier is je goed. Mooi, want ja, het is vrijdag, het is weekend. Ik zie vrijdag niet als een werkdag. Ja, natuurlijk moet je werken op vrijdag, maar ik zie vrijdag eigenlijk als een weekenddag. Want de hele dag heb je zin in het moment dat het klaar is met werk en dat je denkt, weekend. Ja, lekker toch? En wat doen wij op vrijdag? Ja, wat doen wij in het weekend? Precies. Even pilsje drinken. En we gaan lekker voetbal kijken. Maar zelfs sporten misschien. Even lekker relaxen. Dat vind ik mooi, man. Ik hou van het weekend. Ja. Ja, wie niet? Stom verhaal. Maar goed. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmeetje opgestuurd? Ongelooflijk dat ik als persoon ben buitengesloten bij televisie om mee te doen met dit prachtige programma. Terwijl we hier zoveel bereiken met elkaar. Verbinding. Verbinding is het woord bij Jans Reviews. Laten we gaan kijken. Verdomme. Oh, leuk. Kroephoek. Nou Jan, vertel eens eventjes wat je zo leuk vindt aan kroephoek. Alles. Ik vind alles leuk aan kroephoek. Waarom? Omdat kroephoek heel lekker is. Kroephoek is hartstikke lekker. Het is een mooi product zelfs. Maar ik zal je wat vertellen. Ik vind kroephoek ook grappig. Ik vind kroephoek namelijk heel grappig, omdat heel veel mensen kroephoek zitten te vreten. Die, als je ze een bak granalen geeft, dat ze zeggen, gadverdamme, dat eet ik niet. En dat je dan denkt, weet je dan wel waar kroephoek van gemaakt is? Nou, dat weten ze dus niet. Want kroephoek is namelijk gemaakt van granalen. Ja, dat weet bijna niemand. Ja, want er niemand die kleine lettertjes leest natuurlijk. Maar kroephoek is gemaakt van granalen. Dat is toch prachtig? Ik ben namelijk gek op granalen. Ik vang zelf granalen. Ja, hier weer aan de kust. Doe ik dat. Loop ik met zo'n net. Zo te duwen. Dat ik granalen heb. En vreet ik op. Heerlijk. Ik heb hier drie soorten. Ik heb hier de Codimax Naturel kroephoek. Wat heel raar is, want Naturel kroephoek bestaat eigenlijk niet. Want je hebt eigenlijk alleen maar granalen kroephoek. Dan hebben we hier de Cotan kroephoek. En dan hebben we hier de Naturel kroephoek van de Albert Heijn gebakken in zonnebloemolie. Dat moet een godsvermogen hebben gekost, want zonnebloemolie is niet meer te krijgen en ook niet meer te betalen. Het enige waar dus op staat dat het gemaakt is van granalen, is de Cotan. Gemaakt met tapioca en verantwoorde granalen. Ja, die granalen zijn blijkbaar verantwoord. Vraag mij niet wat precies een verantwoorde granaal is. Want volgens mij worden granalen gewoon van de bodem van de oceaan en de zee geschraapt. Daarna gekookt. En echt lekker is het niet voor ze. Wat is er dan een onverantwoorde granaal? Nou ja, dat zal wel. Maar hier staat dus nog op dat het van granaal is. En dat doen ze dus hier niet op, omdat anders mensen het niet kopen. Dat is gewoon wat het is. Nog even over naturel. In het Indonesisch heet het kroephoek palumbang. Dus naturel bestaat niet. Oh, Janus, wat weet je veel van kroephoek? Ben jij misschien afgestudeerd, dokter Anders, ingenieur kroephoek? En het antwoord erop is nee. Mijn moeder die kookt heel veel Indonesisch. Ik zal jullie wat vertellen, lieve dames en heren, jongens en meisjes, reviewvrienden. Ik kook met twee vingers in de neus een Indonesische rijsttafel. Dat heb ik namelijk geleerd van mijn moeder. En dan bedoel ik niet gewoon wat lulligs, weet je wel, een beetje rijst en iets ernaast. Nee, gewoon 15 gerechten. Vlees, vis, kip, de vegetarisch, groenten. Hele tafel vol. Doe ik zo even, zo. Uit mijn hoofd, hè, zelfs. Ja, ik kan zelfs die bomboes, dat zeg maar kruidenprutjes, kan ze uit mijn hoofd malen in een vijzel. Ja, zo ben ik grootgebracht. Ja, de ene leert iets anders en ik leer dit. Nou ja, goed, het zal wel. Enfin, kroephoek is, dus wat ik al zeg, hè, dat is dan van die granalenbende en tapioca. Wat is dat tapioca? Nou, dat zit in alle kroephoeks, de tapioca. Hier vind ik, hoe heet dat, Conimix? Tapioca bloem, zonnebloem en garnalen. 60% garnalen. En dan rietsuiker, zout, weet je wel, man. Die van de appie, 18% garnalen. Dat is lekker. Ook tapioca. En de Cotan, even kijken. Ook 18% garnalen. Die zitten gewoon 2% minder garnalen in de Conimix. Ook tapioca en de garnalen. Ja, hartstikke lekker. En er staat er dan bij, hè.
Lekker, hier, de rijke smaak van Azië. Deze kroephoek smaakt heerlijk bij iedere Aziatische maaltijd of gewoon lekker tussendoor. En ze zit vol natuurlijke ingrediënten. Wat is tapioca-meel? Dat is cassave, van de cassavewortel. Ja. Ja, weet ik ook gewoon. Encyclopedie. Punt is dat Koninex maakte van de Aziatische keuken. Kroephoek is Indonesisch. En meer niet. Kroephoek is een Indonesisch bijgerecht. En die past helemaal niet bij de Aziatische koken. Oh Jan. Maar ik krijg ook kroephoek bij de Chinees. He? Zit je lekker hier in je kanaal te kletsen? Dat klopt, maar de Chinees, de Nederlandse Chinees, die maakt helemaal geen Chinees eten. Dat is bij elkaar gescharreld. Babi Panggang, dus babi is dan varken, is een bedacht gerecht voor Hollanders. Moet je in China vragen, Babi Panggang, zeggen ze, je bent helemaal gek. Zou je sterker vertellen, neem eens een Chinees mee naar een Chinees restaurant in Nederland en zeg, dit is Chinees. Dan zegt de Chinees, dat is geen Chinees, maat. Want het Nederlandse Chinees eten is vernederlandst met een hele grote schep Indonesië erbij. En dat komt omdat wij een tijdje Indonesië in bezit hadden. Ja. En vandaar dat wij dus denken dat kroephoek Aziatisch en Chinees is. Maar de Chinezen kennen het helemaal niet, dus Indonesisch. Mooi, lesje geleerd. Pff, wat een informatie hier. Echt, dit programma, jongen. Wat een mooi programma is dit. Ongelooflijk. Laten we gaan proeven. Die van Albert Heijn is natuurlijk het goedkoopste. En deze twee die zullen erom hangen. Dat zijn allebei, zeg maar, de aanmerken. We gaan eerst eens eventjes kijken. Kroephoek van de Albert Heijn. Ja, en je ruikt gewoon granalen. Ziet er zo uit. Kroephoek van de Koninex. Ziet er zo uit. Zien we een verschil? Die van Albert Heijn is ietsje groter. Deze is ietsje geler. En de kroephoek van de Cotan. Is niet te geloven, maar dat is gewoon een puinhoop. Kijk, waar ze hier gewoon één en hetzelfde van hebben gemaakt, is hier gewoon een beetje, hoe noem je dat? Van alles wat. Gewoon lekker. En dit is eigenlijk allemaal hetzelfde. Hier zie je ze allemaal hetzelfde. En bij Cotan, hebben ze gewoon verschillende vormen. Wat valt op? Wit, geel. Dat is ook niet zo gek, want deze van Koninex heeft tenminste granalen. En dus het meeste bloem. Hoe maken ze kroephoek? Ze maken er een soort van deeg van. En dan maken ze een soort van brood van. En dan drogen ze dat brood. En dan snijden ze dat brood in hele dunne plakjes. En dat pleuren ze dan in een frituur. En dan komt het er zo uit. Ja? Nou ja, laten we maar beginnen. We beginnen met het goedkoopste. De Naturel kroephoek van de Albert Heijn. Heel luchtig. Zo heel luchtig. Smaak. Kroephoek, weinig granaalsmaak. Ja, denk je dat ik het... Het is gewoon een bijgerecht. Denk je dat ik hier anderhalf uur over ga zitten doen of zo? Ik ga ook niet zo'n zak weg liggen zitten bunkeren. Koninex. Minder luchtig. Harder. Iets pittiger. Nauwelijks van aansmaak. Zit er een groot verschil in? Ja, deze is zo luchtig dat je niet eens het gevoel dat je iets in je mond hebt. Hier heb je iets meer bite en iets meer smaak. En dan gaan we even die warrige van Cotan. Die is luchtiger dan die kroephoek van Koninex. Eigenlijk is dit ook een soort bite, ook een soort weg. Punt is. De kroephoek van Cotan, waar ze ook al op zeggen van, ja joh, er zit er gewoon granaal in. Die hebben wel iets meer granaalsmaak. Punt dus. Hoe komt dat? 18%. Nou, het zou mij niks verbazen dat ze dus granaalsmaak in de Albert Heijn kroephoek onderdrukken. Omdat mensen daar geen behoefte aan hebben. Dat denk ik, hè. Drie soorten kroephoek. Is er nou eigenlijk wel verschil? Tijd voor de cijfertjes! Ja. Het is eigenlijk heel ingewikkeld, want eigenlijk zijn het drie dezelfde producten.
Ja, hier zit dan 2% minder garnaal in. Maar ja, het smaakt allemaal wel een kroephoek. Ja, ik had er moeilijk onvoldoende gaan geven. Voor iets wat smaakt naar wat het is. En wat het is, wat het is. Het is wat het is. Nou ja, laten we dat maar doen. Die van Albert Heijn heeft nauwelijks smaak. Maar is wel heel erg zo'n kroephoek. Kost ook geen ene moer. Is mij even te luchtig. Die krijgt van mij een 6. De kroephoek van Codimix is wat meer te knagen. Deze twee zijn wel erg luchtig. Die vervliegen bijna in je waffel. Er zit meer lucht in dan wat dan ook. En deze is iets harder. Heeft wel lekker een klein pittig bijtje. Is lekker die 6 en 7. En de kroephoek van Gotan, die krijgt van mij dus wel een 8. Waarom? Omdat deze naar garnalen smaakt een klein beetje. En die troep is gemaakt van garnalen. En dat mag toch ook wel. Maar ik weet wel waarom. Kijk, bij Indonesisch eten, waarvoor het dus bedoeld is uiteindelijk. Ja, dan is dat lekker die garnalen smaak. Alleen, ik denk dat deze merken dit ook gewoon als chips willen verkopen. Want er staat er ook bij, hier bij de Aziatische keuken. Of gewoon lekker tussendoor. Of gewoon lekker tussendoor, alsof godverdomme een zak chips is. Daar is het niet. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Het is een bijgerecht. Maar goed, dat maakt niet uit. Als je het lekker vindt, moet je het lekker bestellen. In ieder geval wens ik iedereen een heel erg mooie dag. En we zeggen tempo dulu. Dat zeggen ze in Indonesië. En dat betekent doe even lekker rustig aan. Nou, dag. Lekker man, weekend.